on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Beneden, beneden, omhoog, omhoog. Yes! We gaan spelen met de Engelse competitie! Yes! Met de nummer 1 op dit moment in de Premier League. Dat is Chelsea met mijn favoriete coach Mourinho, de dorpsgek. Ik daarentegen speel met Manchester City. Die staat 2 in de competitie. Op dit moment ook nog vlak voor Manchester United. Ik geloof maar 1 punt verschil, maar dat weet ik niet helemaal. Ja. Dus het wordt spannend. We gaan gewoon beginnen. Ik mag nu weer met gelijke sterren spelen, omdat ik dus, want we hebben allebei dezelfde sterren nu. Ja. Omdat ik dus, zoals mensen kunnen zien, Flora toen de vorige wedstrijd. In het 6-6. En dat was niet zo lekker. Okay, nee. Gaan beginnen. Met 2-1 door een niet heel erg sterke Turijnse keeper, om het zo maar te zeggen. Nee, je moet niet zo klagen. Paal zit in de weg. En ik trouwens, ik kopte ook de lat nog in de eerste helft. Die vergaat je ook op die corner, weet je oh, nog? Oh, weet ik niet meer. Nee, dat weet je ineens vergeten. Ja, weet ik veel. Oh, wacht. Oh, moet alles weer veranderen. Costa in de spits bij mij, hè? Ja, 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 klopt gewoon. Bonier Oscar erachter. Dus ik heb een 4... Ik heb een Ruit op middenveld, klopt dat? Ik ga het laten staan, denk ik gewoon. Ja, Ruit op middenveld heb ik. Ja, ik laat het gewoon staan. Ik kan het wel nog doen. Dit... Oké, okay. Ik ben er klaar voor. Nou, speel weer. Paul speelt weer thuis. Ja, maar dat is gelukkig geen verschil. Alleen publiek is juist. Schreeuw zelf harder dan publiek. Oké. Okay. Allebei lekker foute shirts. Gewoon totaal niet de shirts die bij de club horen. Dat is mooi. De Engelse klassieker is het eigenlijk nu. Wat is nummer 1 tegen nummer 2 uit de Premier League? En de bal gaat weer terug. Boni. Scherp verdedigd. Nou, wat deed ik? Boni geeft de bal op, echt op Ajax-stijl, op een meter naast hem. Oscar. Kan ook zelf gaan, hè, dat nu. Jezus, dat wou ik helemaal niet. Chelsea is trouwens wel heel stug. Wat? Chelsea is heel stug bij FIFA aan het werk spelen. Je zit echt ook zo, toch? Het is echt heel stug, Chelsea. Tikkie tik, boy, jongen. Je bent gauw jaloers. Die moet erin! Die moet erin! Nasri! Is dat Nasri? We krijgen een weer al eens. Koem! Wat een kans aan Chelsea tegen Chelsea koppen, ja. Kun je vergeten, man. Maar FIFA dan, het echt kan het wel. Nee, dag! Wat is dit nou weer? Nou, kom op nou zeg! Vitesse in de house, je weet zelf! Nee, kijk maar, kijk dan! Kijk waar die staat, kijk hier! Buitenspel, jawel! Paul! Is geen buitenspel, echt niet. Nou, dat is kom op nou! Oh. En nou, is er weer snelle mannetjes ik ook voorin. Zo kut! Boni M. We zijn net begonnen. Wat? En de scheidsrechter moet nu al fluiten. Wat? Voor de eerste ja, en dat was ook terecht, want ik zag het al dat jij een overtreding maakte. Ja, ik pakte de bal te hard af. Kom op, kom op nou! Oh, oh! Scheid! Hé! Hey. Oh nee, nee, nee. Scheid? De scheidsrechter. Ik kan voordeel geven, maar al mijn mensen voorin zijn nou weg. Dat kan een voordeel geven. Hier heb je hem weer. Nee, nee. Oh. Oh, scheidsrechter! Dat was wel het. Geel! En terecht. Beetje overdreven. Hè? Jij? Hè? Dat is een overtreding die op middenveld oh, oh, dat was die. Ja, dat is wel geel, ja. Maar Boni M.D. is geen geel, hoor. Aguero is geblesseerd. Nee! De beste speler, hè? Nee, Aguero. Argentijntje. Ah, dat is echt kut. Ik moet ook wisselen ook zo, dus. Diego Costa. Hé, hey, kom op. Oh, nee. Nou, de keeper zal een goede zo, zat erin. What the fuck, je mag niet vrije trap, waarom? Even kijken of Aguero nog op bezit is, hè. Ah, ik heb geen bal bezit, kan niet. Nou, scheids, die muur is behoorlijk naar voren geschoven. Ja, natuurlijk. De vrije... Ik zou je ook echt wat doen, want je hebt nog nooit in een vrije trap gekomen met de... nooit. Mooie actie van die verdediger. Wat en nu rost hij weer de kruising. Ik zag het aankomen. Hakkie. Klikken. Oscar.
Wat een actie. Scheid. Dit is het. Een schot. Nee! Nou, dat staat helemaal nergens op. Waarom doet dit ook zo scheef? Fantastisch, hè, ja. Jezus, mensen. Kom op nou, zeg. Dat zijn toch kansen gewoon. Die moet er eigenlijk gewoon in, vind ik. Zeker niet. Oh, nee. Die moet erin! Nee, niet elke kans gaat erin, hè. We hebben ook nog een keeper. Nee, dat ook. Hij schoot hem niet goed in. Huh? Ja, ik deed even een andere corner natuurlijk, want ik weet tegen... Nee, het is tegen Chelsea. Ja, nee, ik nog! Paal! Die staat er ook niet voor niks. Vorige week is het ook een hele cruciale paal in de tweede helft. Zoals je naar mijn kleding is het achterop genomen. Oh, wat een redding. Ja, dat was goed geblokt. Ik deed het zelf, hè. Wat een blok met rondje. Wat een blok, zeg. Ik blokte zijn schot gewoon verdedigen. Oh my god. Helemaal geil van mezelf, hè. Helemaal geil van mezelf. Ja, wat geil. Hé, je hield me tegen. Jezus, hè. Oh, nee. Ha. Mijn mannetje staat nog helemaal naar achteren. Aspilicueta. Aspilicueta. Matic. Nee! Aspilicueta. Fernandinho. Oh. Ja, dat wist ik al. Zag ik aankomen. Oh, nee. Nee! Nee! Podium! Oh. Oh, nee. Podium. Nee. Ik speel heel slecht nu. Nou, wat een mazzel heb je dan ook ermee. Wat? Het is een fase dat je 1-1 kan maken natuurlijk. Ik speel heel slecht. Aguero. Oh. Maar wel. Nee, dat is dom van me. Wat is dat voor kutbal? Hij deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Diego Costa. Het is rust, hè, schijt. Rust. Ik schoot het toch! Kom er nog van niks, hè. In de herhaling zie je dat het... Nasri. Oh. Ik hoor je. Dus, ik ben het 87 keer drukken, hè? Dat shit. Huh? Oké. Wat? Ik dacht gewoon een rust was in de achterbal. Rust, geit! Kom op! Wat doet hij? Wat doet hij nou? Oh, wat een kans, Chris! Fabregas. Oh. Oh, nee! Ja, en nou is het rust. Ik vind het eigenlijk niet zo zwak, ben ik vergeleken met jou. Ik dat goed niet. Ik speel beter als met een heel goede ploeg tegen Torino. Dat begrijp ik. 7-6. En nog een buitenspel goal ook. Oh nee. Dat was goed gedaan! Dat was goed gedaan, jongens! Mooi schot. Oh, dat gaat wel net goed, Piesje. Oh! Dat is een foutje! Ja! Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Ik wou gewoon een midden spelen. Tijd. Nee. Oh. Buitenspel. Ik had meer aan die bal, hoor. Gewoon. Kom op. Ik had echt veel meer aan die bal gehad, man. Wat hè? Ik had veel meer aan de bal bezit dan aan een vrije trap waar je gewoon een doelpunt op tegen krijgt. Scheidsrechter! Ik werd tegengehouden. Wat is dat nou voor schortvisie? Richting de cornervlag. Wat een actie. Ik heb wel Boniem. En dat is rood. Nee, hij geeft geel, denk ik. Rood. Je hebt rood. Waarom krijg je drie wedstrijden bij al rood? Ja, maar deze was een noodingreep eigenlijk. Ik had het niet gedaan. Hij had echt niet hoeven tackelen. Terecht de rode kaart. Deze was, de noodgreep. Ja. Het is ook wel rood natuurlijk, maar ja. Deze was nood. Dit was gewoon nood. Keel. Ah. Oké, let op, hè. Toch ga ik winnen. Toch weer een hoofd. Ik ga mij weer een bezeren. Oh, dat was verkeerd. Hij heeft ooit winnen, hè. Het team, man. Hè? Ik trek toch al! Wat is er nou? En Chelsea krijgt een vrije trap. Hè? Maar mag ik vrij... Jij dus? Oh, ik? Nee, huh? Dat is een mannetje kut game. Want het was mannetje... ook... Jij hield mij tegen, hoor, met twee mannen. Dat weet ik. En mijn mannetjes tackelen elkaar ook nog. Jongen, wat een kutspel af en toe. Hé! Hey!
Nee, nee, scheids hier. Goed opgebouwd. Oh, welke blok? Kom op nou! Blokte met die verdediger, hè? Oh, twee keer open zaal blokken naar het tackelen. Ja, gaat hij nou trucjes proberen ook nog? Oh ja, tuurlijk. Oh ja! Oh ja! Tuurlijk, dat rusten, Paul. Ga eens lekker slapen. Oh, wat een kans had je met 10 man. Hoe kan nou met 10 man? Matic. Nee, weer tegen het mannetje aan, weer tegen het voetje. Kop, Bodiem. Oh, nee! Oh, de mazzel. Dat mag toch niet gepakt worden? Natuurlijk wel, zie je toch? Ja, ik kan hem zo oppakken. Ja, het is niet zo spectaculair als de eerste 6-6-0, hè? Het is toch wel... Spanning. Spanning druipt er vanaf. Oh. Boni. Tikt hem net. Oei, slecht zeg. Kutzooi! Ander mannetje had moeten hebben. Loop dan, Boni M. Oh, dat is Boni M. Wilfried. Kom op. Ivanovic. Maar het spel toch? Lijkt me wel. Nee. Matic. Ik vond hem bij Vitesse beter, Boniem. Kom op nou. Ik kom er niet meer doorheen. Oh ja. Boni. Ja, en nu? Kalifornië, ja. Ja. Toch nog even moeten wachten, want deze gaat ernaast. Oh, kans weer, hoor. Open, dat kan niet, hoor. Ik druk toch al. Kom op nou. Je sneak hier nog even tussen, hoor. Hé, hey, kom op! Ik mag dat jullie je trucjes doen. En beide ploegen zitten nog volop in de race. Oh. Hij heeft een sterk schot. Dat is ook nog een kans, hoor. Van het duel is dit een al heel Costa schiet echt uit de omhooghoek in de kruising, hè, deze game. Dus. Kom op! Op. Kut, kom op. Ha! Hazard. Wat doen ze nou allemaal? Kom op nou! Oh nee! Spel, dat is buitenspel. Hé? Hè? Nou, waarom? Waarom? Drukte ik te hard op een knopje? Wat deed ik? Hé? Dat is by far de allerslechtste vrije trap die ik ooit zie. Oh, 8 meter buitenspel. Loop, blijf lekker staan ook daar. Gewoon zo niet zo teruglopen. Denk je dat we... Ja, beter wel kunnen doen. Nou, die bal kwijt. Scheids? Op, scheidsrechter! Ik moet gewoon over mannetjes heen gaan. Ja, dat kan helemaal niet. Wordt er allemaal bij. Oh nee, kom op. Ja, die Aguero is nog kleiner dan Maradona zelf. Ik heb er geen nut. Kom op dan. De volgende bal! Nee. Kom op nou, please. Ik speel echt zo slecht die bal dus even. Oh nee! Verkeerde knopje, hè? Zwaar bevochten, 1-0. Overwinning! Maar dat is niet terecht. Ik vind gelijkspel, want je hebt al op 10 man gehad, hè? Dit geen mooi weervoetballers zijn, even. Maar ja, vorige week was ik met een heel slechte ploeg gegaan en toen verloor ik 2-1. En het ging ook nergens over, toen. Dit is de goal, hè? Denk ik meteen, ja, steekballetje. Boni heeft 1 ding goed gedaan. 1 ding. Maar die mensen kunnen ook even zien, als je een doordrukt vis dus gereed. Dan kunnen ze zien hoe dat ze werkt met afsluiten, ja. Dan kunnen ze zien hoe dat zit met, het is een soort seizoen. En kijk, de stats naar me gelijk. Je hebt nou gewonnen. Ik heb 3 punten nodig om te winnen. Oh, dat werkt natuurlijk gewoon zo. Maar ja, we doen niet het seizoen. We spelen gewoon natuurlijk alle tijd met elkaar. Thanks for watching. Laat in de comments achter welke clubs die namen spelen. Ik moet weer een sterretje naar beneden. Dus. Ja. Ik moet een mindere ploeg nemen weer. Zoals 4 sterren. En ze zeggen gewoon een wedstrijd die leuk is. Hè? 5 sterren van Fish tegen een 4 sterren van mij. Bye bye.